Welkom bij deze videoles over politieke stromingen. De stroming die we nu gaan bespreken is het socialisme. En voordat we daar verder naar gaan kijken, wil ik graag eerst even naar deze afbeelding kijken. Het is een verkiezingsposter van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, een socialistische partij. En een paar dingen vallen mij op aan deze poster. Allereerst de kleur rood die naar voren komt. Rood is de kleur van het socialisme. Wat verder opvalt is de man in het midden, de grote arbeider die er staat. Ik zie dat het een arbeider is, omdat hij een overhemd aan heeft met opgestroopte mouwen. Ik zie dat hij gespierd is, waarschijnlijk gewend om te werken. Je ziet in ieder geval duidelijk dat het geen rijk persoon is, niet een heel netjes, deftig gekleed persoon. En dat geldt wel voor de personen die daar linksonder aan de broekspijp van de arbeider staan te trekken. Zeker die persoon links lijkt mij een fabrieksdirecteur. Als ik kijk naar zijn hoge hoed, zijn mooie jas met bontkraag. Dat lijkt me een rijk persoon. En die proberen de arbeider omlaag te trekken. Maar die staat stevig en krachtig op de grond. En is niet zomaar omver te krijgen. Verder zien we op de achtergrond de fabriek staan. Met rokende fabriekspijpen. En de boodschap van deze prent is natuurlijk stem op de SDAP als je samen sterk wil staan. Het socialisme, we gaan eens kijken. De meneer die we rechtsonder zien met de grote baard is Karl Marx. En Karl Marx was een Duitse filosoof die een boek geschreven, die enkele boeken geschreven heeft, waarin hij zijn voorspelling van de toekomst deed. En hij zei eigenlijk, ik kijk om mij heen. En ik zie dat er steeds meer fabrieken bij komen en ik zie dat in die fabrieken er een steeds grotere massa arme arbeiders ontstaat. En ik zie ook dat er een steeds kleiner wordende groep van de fabrieksdirecteuren is. De mensen die het geld verdienen, die rijk zijn en die steeds kleiner wordt, maar die ook steeds rijker wordt. En hij voorspelde dat op een gegeven moment de fabrieksarbeiders hun situatie zo zat zouden zijn. En dan moet je dus denken aan werkdagen van 11, 12, 13 uur per dag. Dan moet je denken aan kinderarbeid. Dan moet je denken aan gevaarlijke werkomstandigheden, belabberde woonomstandigheden. Alle ellende van die 19e eeuwse fabrieksteden. Dat zou ervoor zorgen dat op een gegeven moment de arbeiders het zo zat zouden zijn in hun positie, dat ze in opstand komen, er een arbeidersrevolutie uitbreekt. En de arbeiders eigenlijk een betere wereld voor zichzelf willen gaan maken, wat hij een klasseloze maatschappij noemde. Hij noemde de groep van de rijke burgers, de hoge heren, de fabrieksdirecteuren, die noemde hij de bourgeoisie, de rijke burgerij. En aan de andere kant de arbeiders, daar stonden de proletariërs, noemde hij dat. En de proletariërs waren van oorsprong, het komt van het Latijnse woord proles, zij die niets meer bezitten dan hun eigen kinderen. Nou, dat is misschien wel een beetje overdreven, maar het gaf wel aan hoe belabberd die positie van die arbeiders was, hoe arm zij waren. En die klassenstrijd tussen die twee groepen, zoals hij dat noemde, dat leidt uiteindelijk tot een revolutie. En dan komt er een klasseloze maatschappij. Want die arbeiders die weten natuurlijk hoe erg het is om in hun situatie te zitten. Dus wat gaan die doen? Als ze eenmaal de macht gegrepen hebben, dan zullen ze alle bezit en alle macht zullen ze eerlijk verdelen onder iedereen. Dat was de theorie van Marx. Je ziet dan ook, we hebben de liberalen gezien, die vonden vrijheid heel belangrijk. Eigen verantwoordelijkheid was een term die we daar zijn tegengekomen. Voor de socialisten geldt vooral dat ze staan voor gelijkheid. Ze vinden dat mensen eigenlijk allemaal gelijk zijn en gelijk behandeld zouden moeten worden, gelijke macht zouden moeten hebben, gelijk bezit zouden moeten hebben. En dat was de theorie van Marx. Dat zie je mooi uitgebeeld in deze, ja, spotprint is het eigenlijk. De bovenste lagen van deze piramide, de titel is de Capitalist Pyramid, de kapitalistische piramide. Ja, daar zien we eigenlijk de mensen die het voor het zeggen hebben, helemaal bovenaan. Zie ik de bestuurders staan, ik zie mensen van de adel, van de koning zie ik staan. Ik zie hoge heren uit de regering. Ik zie op de tweede laag zie ik hoge mensen uit de kerk staan met de tekst erbij: We fool you, we houden u voor de gek. En bovenaan bij de bestuurders staat: We rule you, wij heersen over u.
Dan krijgen we het leger, wat natuurlijk gestuurd wordt door het bestuur van het land. We shoot at you, we schieten op u. En dan komt er een laag met dikke, feestende mensen. Met wijn zie ik ze zitten, proostend, lallend. Die genieten van het leven. En die hele piramide, die wordt dan gedragen door dat proletariaat. Die arme, bezitloze klasse. Ik zie daar ook die kleur rood weer terugkomen bij die vlag links. Ik zie dat dit werkende mensen zijn aan de kleren die ze weer aan hebben. Ik zie een meneer met een schep staan rechts. Er staat een meneer met een schort. Maar ik zie ook bijvoorbeeld een kind op de grond liggen. Ik denk dat de tekenaar daarmee de ellende van die groep wil aangeven. En de teksten die erbij staan, aan de linkerkant bij de arbeiders: we work for all, wij werken voor iedereen. En aan de rechterkant, dat zullen de boeren voorstellen: we feed all, wij voeden iedereen. En zij dragen dus eigenlijk het leven van de rijken, is de boodschap van de tekenaar. Als je kijkt naar het socialisme, dan zijn daar twee substromingen in te zien, twee onderstromingen, die eigenlijk hetzelfde willen. Zoals ik net zei, het kernwoord van de socialisten is gelijkheid. En zowel de communisten als de sociaaldemocraten willen dat allebei. Ze willen allebei meer gelijkheid, meer rechten voor de arme groep. Ze wilden dat het proletariaat, de arme mensen, de arbeiders, de boeren, dat die... je noemt het met een duur woord emanciperen, dat ze dezelfde rechten kregen als de rijke mensen in die maatschappij. En dat er dus meer gelijkheid kwam. Maar de manier waarop ze dat willen en ook hoe ver ze daarin willen gaan, die verschilt nogal. Als je kijkt naar het communisme, die wilden dat doen door een hele heftige revolutie met geweld. Echt zoals Marx dat voorspeld had. De arbeiders komen in opstand, pakken al het bezit af van de rijken. En wat je zag in de praktijk, bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, dit is ook de vlag van de Sovjet-Unie, linksonder, de hamer en de sikkel. Daar zag je ook dat er een samenleving kwam waar er een planeconomie was. Er werd gewoon gekeken wat heeft iedereen nodig en dat werd geproduceerd. Er mocht ook maar één partij bestaan, de communistische partij. Want iedereen was toch gelijk en het communisme was de ideale... samenlevingsvorm, de ideale vorm van bestuur. Ze gebruikten veel van propaganda, want je kan je voorstellen dat niet iedereen erop zat te wachten dat ze al hun bezit en al hun macht moesten gaan verdelen. Dus de bevolking moest overtuigd worden dat dit toch echt een goede manier was, wat uiteindelijk tot een ideale samenleving zou leiden. De sociaaldemocraten, die... zijn wat meer gematigd, die zijn wat minder extreem dan de socialisten. Ook zij willen gelijkheid, maar ze zeggen dat moeten we doen via de democratische weg. Vandaar het woord sociaaldemocratie. Met andere woorden, ze wilden wetten hebben waarin bijvoorbeeld het leven van de arbeiders beter werd. Een wet waar bijvoorbeeld in stond dat je maximaal 8 uur op een dag moet werken. Of dat je een minimumloon moet krijgen. Of dat kinderarbeid verboden wordt. Dat soort zogenaamde sociale wetten, die zouden uiteindelijk volgens hun zorgen voor een eerlijkere, een meer gelijkwaardige samenleving. En dit is ook een stroming die in Nederland heel belangrijk is. We hebben ook wel communisten gekend, maar die hebben nooit zoveel voet aan de grond gekregen als de sociaaldemocraten. Als je kijkt naar het logo rechtsonder, de roos met de vuist, dat is bijvoorbeeld het logo van de Partij van de Arbeid. En dat is nog steeds is dat een grote partij. Nou, in Nederland speelde dus, en trouwens niet alleen in Nederland, dat gold ook wel voor andere landen. Daar speelde de zogenaamde sociale kwestie, zo werd het in Nederland in ieder geval genoemd. Dat probleem van de arbeiders, het feit dat er steeds meer arbeiders waren die arm waren, die in belabberde omstandigheden leefden en werkten. Dat werd zo groot dat er wel wat moest gebeuren, dat iedereen... in het land, ook de mensen in de regering zich realiseerden, dit kan zo niet langer doorgaan. De ergste gevallen moeten aangepakt worden. En dit zorgt ervoor dat de eerste sociale wetten er komen. Erg voorzichtig, bijvoorbeeld er kwam een verbod op kinderarbeid. Maar dat hield dan, dat gold dan niet voor de kinderen die op het land moesten werken. En dat gold ook alleen voor de allerjongste kinderen. Dus het was een eerste aanzet om het te verbeteren. Maar het was nog lang niet wat de socialisten wilden.
Je ziet trouwens ook die prent die hierbij staat, die past daar mooi bij. Ik zie een fabrieksdirecteur die met een zweep kinderen een fabriek injaagt. En die fabriek die heeft ook de vorm van een monster, een monsterlijk gezicht. Ze lopen de mond in en je ziet de ramen zijn de ogen en de neus. Geeft een beetje de situatie weer uit die tijd. En wat zij ook wilden is het algemeen kiesrecht. Niet alleen de rijke mensen mochten stemmen, zoals graag de liberalen dat wilden. Misschien kan je dat nog herinneren uit de vorige video, het censuskiesrecht. Pas als jij een bepaald bedrag aan belasting betaalt, dan mag je wat over het land te zeggen hebben. Socialisten zeiden, als wij echt wat willen veranderen voor de arbeiders en voor de arme mensen, dan moeten we algemeen kiesrecht hebben. Alle volwassen inwoners, ongeacht je inkomen, ongeacht wat je aan belasting betaalt, moeten kunnen stemmen. Dus niet alleen de rijken, maar ook de arme mensen. Want ja, dan kan je echt een hele hoop sociale wetten gaan doorvoeren die het leven beter zullen maken. Dat lukt uiteindelijk in 1917. Dan krijgen alle mannen kiesrecht. En 2 jaar later is het echt algemeen kiesrecht, want dan mogen ook vrouwen stemmen. En dan kan je eigenlijk zeggen dat alle volwassen Nederlandse burgers stemrecht hebben. Tot slot ga ik op het bord zet ik even 2 links van 2 filmpjes. Eén filmpje dat gaat over de industriële revolutie en de gevolgen daarvan voor die arbeiders. En waarom ze dus ook in opstand komen, waardoor dat socialisme groot wordt. En een verkiezingsfilmpje van de SP, de Socialistische Partij. Dat is tegenwoordig nog een partij in Nederland. Die aangeven wat zij tegenwoordig nog steeds oneerlijk vinden en dat er nog steeds werk aan de winkel is voor mensen die het wat minder hebben. Dat er nog steeds dingen voor moeten gebeuren. Ik hoop dat die filmpjes het onderwerp wat duidelijker maken. Tot zover deze videoles.